Angel van de Sompel, vijfvoudig flatland BMX kampioen van België. Flatland BMX kan je het beste vergelijken met breakdance op een fiets. Dus het is enorm belangrijk dat je goed evenwicht hebt. Veel volharding, het is ook allemaal op de vlakke grond. Moet je met je rechtervoet op je band staan? En als dat goed lukt... Vandaag zijn we op het De Koninkplein in Antwerpen. En we komen hier workshops geven voor de jeugd hier. We leren enkele trucjes aan hun aan. Dus ja, we beginnen met de basistrucs, echt controle over de fiets. En dan stappen we al snel eigenlijk naar de eerste trucjes die ik ook zelf heb geleerd. En enkele daarvan die kan je zelfs leren op een kwartier en dat is echt superleuk. High five. Goed gedaan. Dit evenement vandaag is eigenlijk in aanloop van een veel groter evenement in september, Antwerp City Drops. En op die dag gaat echt heel Antwerpen op zijn kop staan. Dan gaan we van alle urban sports kunnen doen. BMX, skate, slackline, trial, breakdance. Er is echt van alles te doen. Enorm veel verschillende locaties in Antwerpen. Ik merk de laatste jaren dat urban sports echt aan het groeien zijn in Antwerpen. En je ziet ook dat er superveel interesse is van de jeugd. En ik vind dat ook een heel constructieve manier om met de gemeenschap bezig te zijn. Voor Antwerp City Drops zijn er ook zeker mogelijkheden om sporten mee uit te oefenen. Maar daar is meer de nadruk gelegd op internationale toppers uit te nodigen. Het gaat echt ongelooflijk goed zijn. Zaterdag 23 en zondag 24 september bombardeert Antwerp City Drops de stad met urban sports, lifestyle en culture. Kom kijken naar 's werelds beste skaters, slackliners, graffiti-artiesten en BMX'ers en proef van de echte Antwerpse urban cultuur. Meer info op antwerpcitydrops.be.